met de twee granny's voorpanden opvullen. Ripple omhoog. Dat gebeurt tussen de twee granny's in. Dus je gaat op anderhalve granny ga jij de voorkant ophaken. Je begint aan de linker of rechter voorkant wat jij wil. Ik ga nu de linker voorkant laten zien. De rechter voorkant komt hierna. We gaan aan deze kant starten. We gaan omhoog, weer omlaag en omhoog. En dan stoppen we. En dan gaan we weer terug. Gaan we omlaag, omhoog, omlaag. Zo gaan we deze opvullen. Alleen aan deze kant gaan wij minderen. Dus we gaan stokjes samenhaken. Net zolang tot je een mooie diagonale lijn krijgt, zoals zo. En de punt elkaar gaat raken hier. Dus dat loopt straks mooi zo door. Als we dat gedaan hebben, kun je de ripple hier verder doorhaken tussen de twee granny's totdat je de schoudernaden hebt geraakt. Als jij een 4 granny rugpand hebt, kun je dit zo laten. Als jij een 3 granny rugpand hebt, zul je door moeten blijven minderen, net zolang tot je boven deze naad bent. Alleen, dan moet je in het dalletje minderen en niet meer in het top. Dus je gaat het eerste deel vooraan minderen totdat je bij de punt bent. En dan ga je dit recht omhoog haken. Alleen je gaat hier aan deze kant minderen. Waardoor dit stuk gaat verdwijnen. En alleen dit kantje nog overblijft. Mocht je dat niet kunnen of niet lukken. Normaal haak je hier twee samen in het dalletje. Dan haak je altijd van deze kant. Van deze kant van de granny. Haak jij twee plus eentje. Dus de laatste twee voor het midden steek. Plus die steek daarna, dus drie stokjes samen haken. Dus de ene laatste, de laatste voor het middenstuk en de eerste van de volgende. Die haak je samen en dan zul je zien dat deze hier ook mooi zo door gaat lopen. Dat is een extra optie, de meeste mensen hebben deze niet nodig. Ik zal kijken als ik tijd heb of ik dat stukje ook nog ga filmen. Maar ik kan het straks even een paar toeren laten zien, want het is eigenlijk herhaling. En dan zal je zien dat het zo door gaat lopen en heb je straks alleen nog dit hoekje op te vullen. Goed, we gaan starten met de twee granny's voorpand opvullen. En we beginnen aan de buitenste hoek, dus het linker randje aan de boordkant van je vest. Kaak 1 lossen. Eén lossen en draai mijn werk. We kijken dan tegen de achterzijde van de granny's aan van de voorpand, van het linker voorpandje. We starten direct met drie stokjes samen haken. Over de eerste drie steken. 1, 2 en nummer 3. Heb je 4 lussen op de naald en haal je door. Dus 3 stokjes samen gehaakt over de eerste 3 steken. Dan gaan we omhoog tot we in de laatste steek zijn bij het dalletje. Dan gaan we tellen. 1. Even kijken, waar ben ik? Daar ben ik. Nummer 2. Nummer 3. Dan zijn we in de V-steek aangekomen. In de V-steek maak je weer een V-steek. Stokje, lossen, stokje. En dan gaan we dit herhalen zoals je de laatste toer helemaal hebt gedaan. Dus 10 stokjes omlaag, 2 stokjes samen, 10 omhoog. Laten we beginnen. Eerste stokje. Tweede stokje. Derde. Vierde. Vijfde, zesde, zevende, acht, negen en nummer 10. Nu zijn we aangekomen bij het dalletje. Doen we precies hetzelfde als de voorgaande toer. Twee stokjes samen maken over de eerste en het derde stokje. Dus hier is het eerste stokje. Daar haken een onafgemaakt stokje. Dan slaan we 1 steek over. En in de volgende maken we weer een onafgemaakt stokje. Dan heb je 3 lussen op de naald en haal je door. Dan gaan we omhoog haken. Het eerste stokje, het tweede stokje,
derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende en het tiende stokje. In het patroon staat, haak 9 stokjes omhoog en 2 stokjes in de laatste. Dus uiteindelijk heb je 9 stokjes gehaakt en in de laatste maak je 2 stokjes. Dus ik doe er nu nog eentje bij in de laatste steek. Wat gebeurt er? Waarom hier 2 stokjes in de laatste steek? Hier meerde je 2 steek om die recht omhoog te laten gaan. Alleen hier trek je het ene stokje er alweer af omdat je 2 stokjes samen haakt over 3 steken. Dus vandaar dat je hier altijd moet meerden om die recht omhoog te laten gaan. En losse haken. We hebben nu dus van voorpand 2 granny's, dus over 1,5 granny heen gehaakt. Dat doe je bij een 2 granny voorpand. Dan gaan we het werk draaien. Nu weer idem. Je begint met 2 stokjes in de eerste steek. 1 en nummer 2. Dan gaan we omlaag haken. Eerste stokje. Stokje. Tweede. Derde. Vierde. Vijfde stokje. Zesde stokje. Ja, daar. Zeven. Acht. En nummer 9. En dan zijn we bij het dalletje. Daar gaan we weer 2 steken samen haken. Dus over de eerste slijden eentje over. En over de derde. 3 lussen op de naald. En doorhalen. Nu gaan we omhoog. 10 stokjes. Dat is de eerste. De tweede. Derde stokje. Vierde stokje. Vijfde stokje. Zesde stokje. Zevende. Acht. Negen. En nummer 10. Zijn we aangekomen in de V-steek. Daar maak je weer een V-steek in. Stokje, losse stokje. Nu gaan we kijken, want we hebben hier 3 stokjes samengehaakt. Hoeveel steken we hebben. Gaan we tellen 1, 2, 3 stokjes samenhaken. En dan heb je uiteindelijk nog over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stokjes. 8 steken. Dus je gaat 8 stokjes haken over de 8 steken. Dus 1 stokje in elke steek. Eerste. De tweede. Derde. Vierde. Vijfde, zesde, zevende, acht stokje. Laatste 3 steken haak je weer samen als 3 stokjes samen haken. 1 onafgemaakt stokje, het tweede onafgemaakt stokje en het derde onafgemaakt stokje. Heb je 4 lussen op de naald en dan haal je door. 1 lossen en werk draaien. Even een korte uitleg. Doordat wij aan de voorrand, dus aan de boordkant van je vest, dus aan de opening, gaan minderen met 3 stokjes samen haken en hier eentje meer, heb je uiteindelijk 1 steek minder elke keer. Dus we hebben nu 8 stokjes gehaakt, dan zul je zien dat je nu 7 stokjes hebt. Die kant op. Als je dan weer terugkomt, heb je nog maar 6 stokjes. En ga je weer die kant op, dan heb je weer 5 stokjes. En zo minder je elke toer met 1 stokje aan de voorkant. 3 stokjes samen haken. 1, 2 en 3 onafgemaakte stokjes. 4 lussen op de naald en haal door. Nou, dan hebben we nu nog 7 stokjes omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. En dan zijn we in het dalletje, het V-steekje aangekomen. En daar maken wij weer een V-steek in. Stokje, losse, stokje. Nu ga je weer 10 steken omlaag haken.
1, 2. Vanaf de punt van de eerste granny tot aan de punt van de tweede granny is vanaf nu herhaling. Ik ga nu dus even snel nog deze tour met jullie doen. En daarna ga ik jullie enkel nog de voorkant laten zien. Dit is dus gewoon toeren herhalen. Het dalletje. Twee stokken samenhaken over drie steken. Dus de eerste, de tweede steek sla je over en de derde haak je samen. Drie lussen op je naald en je haalt door. Dan ga je 9 stokjes omhoog. 1. Oh, waar ben je daar? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En in de laatste maak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 lossen en werk draaien. Even kort toelichting voor herhaling van de punt tot punt in de laatste stuk van de voorkant. Aan deze kant blijf je minderen met 3 steken samenhaken. Of je nou aan het begin van de toer bent of terugkomt. Altijd de eerste of de laatste 3 steken aan deze kant haak je samen. Dan zul je zien dat je werk schuin gaat lopen. Dat blijf je net zo lang doorhaken tot je alleen nog maar die V-steek over hebt. Dit gedeelte haak je ten alle tijden hetzelfde. Dus 10 stokjes omlaag, 2 samen haken, 9 omhoog in de laatste 2 stokjes maken. Werk draaien. Draaien dus het werk. 2 stokjes in de eerste steek. 9 stokjes omlaag, 2 stokjes samenhaken, 10 stokjes omhoog, V-steek en de resterende stokjes haken en de laatste 3 haakjes samen. Hier zal je elke toer of nou heen toer of terug toer hebt, altijd 1 steek minder overhouden, net zolang tot je alleen maar de V-steek hebt. Dit blijf je doorhaken naar gelang. Als jij zegt, dit is mooie breedte voor mij. Je gaat hem tot hier dichtnaaien op de schoudernaad indien jij een rugband hebt met 3 granny's. Als je een rugband hebt met 4 granny's, kun jij hem van hier tot hier dichtnaaien. Ik ga het stukje verder ophaken. Laat ik jullie zien hoe dit er uiteindelijk uit komt te zien. En hoe je ook nog in het dalletje kan minderen, waardoor je deze schuin verloop verder kan laten lopen, mits jij dat nodig hebt. Heel weinig mensen hebben dat nodig om dit ook nog door te haken, maar ik laat het je toch zien. Goed, ik heb de toeren opgehaakt. Dan zie je dat het mooi schuin gaat verlopen. Heel netjes. Laatste heb ik nog 3 stokjes samen kunnen haken. Dus hier heb ik in totaal een toeraantal van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toeren gehad. 10 toeren voorpand opraken met directe mindering aan die kant. Dus aan de boordkant. Wat gaan we nu doen? We gaan nu over de eerste 2 stuks plus de losse ruimte gaan wij een 3 stokjes samenhaken. Ik ga even inzoomen om het jullie beter te laten zien. Komt-ie. Even kijken. Zo, daar zijn we. Dus we hebben hier het 3 samengehaakte groepje stokjes plus het V-steekje ernaast. We gaan dus in de steek van de 3 samengehaakte stokjes een onafgemaakt stokje maken. In het eerste stokje van de V-steek eentje en 1 in de V-steek, dus in het gat. 4 lussen op de naald en doorhalen. Hier 1 steek op de zijkant van het V-steekje van de vorige toer maak je ook 1 stokje. Nu heb je eigenlijk die 2 stokjes gecreëerd die je in de eerste en in de laatste steek ook hebt. Van alle toeren. Dus nu gaan we herhalen. We gaan 9 stokjes naar beneden haken tot we bij het dalletje zijn. Dit is nog even voor degenen die alleen het voorpandje eenmalig willen minderen. Dus alleen aan deze kant hier, tussen deze randen hier.
Dan moet je sowieso één toer doorhaken voordat wij beginnen met minderen in het dalletje. Dat is nummer 4, nummer 5, nummer 6, 7, 8 en nummer 9. Nu zijn we in een dalletje, dan gaan we de eerste en eentje overslaan en in de volgende een steek samen haken. Dus twee stokjes samen haken. En gaan we 9 stokjes omhoog. 1, 2, zoals je eigenlijk al die tijd al gedaan hebt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. En in de laatste steek weer 2 stokjes in 1 steek. 1. En nummer 2. 1 lossen en werk draaien. Nu gaan we beginnen met de toer van het minderen in het dalletje. Om ook zorg voor te dragen dat deze toer mooi diagonaal door gaat lopen. We gaan sowieso aan deze kant in alle tijden met 2 stokjes beginnen. En gewoon doorhaken zoals we net gedaan hebben. Dus 2 stokjes, dan 9 stokjes op een rij. Eerst is een stokje. De tweede is een stokje. In dezelfde steek. Dan gaan we 9 stokjes omlaag haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. We gaan altijd aan deze rand hier, gaan we meer pakken dan daar. Dus wat gaan we doen? We gaan hier 1 stokje pakken. Eentje slaan we over en de volgende 2. Dus de eerste, de derde en de vierde haken we samen. Eerst onafgemaakt stokje. Steek in het midden overslaan en dan pakken we de volgende 2 steken op. Dus die slaan we over en die 2 pakken we erbij. Allebei als onafgemaakte stokjes. Dat is de eerste, tweede onafgemaakte stok en dat is de derde onafgemaakte stok. Weer 4 lussen op een rij en dan haal je door. Dan gaan we omhoog haken. 1, 2, als het goed is 8 stuks. 3, 4, 5, 6. 7 en nummer 8 en in de laatste steek 2 stokjes. 1 en nummer 2. Dan zul je zien dat deze toer nu, net als dat we hier gedaan hebben, elke keer 1 stokje minder wordt. Ik zal nog 1 toer met jullie samen doen. Deze 2 toeren. Het is gewoon een kwestie van herhalen, alleen elke keer aan die kant. Dus aan de kant van de schuine rand krijg je elke keer aan deze toer hier 1 stokje minder. We gaan beginnen met 2 stokjes in de eerste steek. Dat in alle tijden. 1, 2. Nou, we hadden net 7 stokjes, dan moeten we er nu 6 hebben. 1, 2. 8, sorry, moeten we er nu 7 hebben. 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Nou, dat komt mooi uit. Oh, ik zit naast mijn steek. 7. Nu heb ik hier nog 2 stokjes voor het dalletje over. En de vierde haken we samen. Dus het eerste onafgemaakt stokje in het tweede onafgemaakt stokje. Nou slaan we 1 steek over. En de vierde maak een onafgemaakt stokje. 4 lussen op de naald en dan haal je door. Dan gaan we omhoog haken met 9 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8 en nummer 9. En in de laatste steek weer 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 lossen en werk draaien. Zo ga je door als jij deze rand wil blijven minderen, doordat je alleen nog maar een kwart randje over hebt om op te vullen. Dus als jij een 2 granny voorpand hebt, maar je hebt een 3 granny rugpand, ga je dit zo blijven herhalen. Dan ga ik het nu uithalen, want degene waarvoor ik het vest maak heeft een 4 granny rugpand. Dus ik ga deze stukken recht omhoog haken. En zo hebben jullie alle opties en alle mogelijkheden voor deze vest de voorpanden op te haken. Goed, we hebben nu dus het punt gecreëerd met die punt samen. Dit moet er gelijk zijn. Het zal misschien wat rondlopen, maar uiteindelijk als we dit door gaan haken wat we nu gaan doen, zal dit recht door omhoog lopen. Dit nagelang totdat deze twee punten uw schouder naden raken en dan ben je klaar. Deze manier die we nu gaan haken, is voor een 4 granny rugband en 2 granny voorpand. Van start. Haak 1 lossen en werk draaien. Deze toer die ik nu ga doen is een herhaling voor alle toeren tot je de schoudernaden geraakt hebt. Eerste steek starten we met 2 stokjes in 1 steek. Dus de eerste en de tweede. Dan gaan wij 9 stokjes omlaag haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. Nu zijn we in het dalletje en dan gaan wij 2 steken samen haken met de middelste overgeslagen. Dus over de eerste en de derde steek haak je 2 stokjes samen. In de eerste steek onafgemaakt stokje, dan sla je 1 steek over en in de volgende steek maak je ook een onafgehaakt stokje. Heb je 3 lussen op de naald en haal je draad door. Dan gaan we 9 stokjes omhoog haken. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 en nummer 9. En in de laatste steek haak je 2 stokjes in 1 steek. 1 en nummer 2. Lossen en werk draaien. Dit is 1 toer, die blijf je herhalen. Dus in het begin 2 stokjes, het einde 2 stokjes, de tussen 9 en in een dalletje 2 stokjes samen over 3 steken waarvan je eentje overslaat in het midden. Dit haak je door tot de punten de schoudernaden raken en dan ben je klaar en dan kan je beginnen met het rugband of het andere voorpandje, dus de linker of rechter voorpand.